Het is nu hoog tijd voor het bejaardenblok. We hebben speciaal voor het bejaardenblok geprobeerd er een beetje oud uit te zien. Dat is alleen Martin gelukt. Ze zeggen je bent bejaard, dus je bent niks meer waard. Want je bent een oude lul. En dat is grote flauwekul. Ik zeg, durven jullie wel? Kijk naar je eigen snotten wel. Ik ben bejaard, jawel, maar ik rijd nog motor, ik rijd paard. Al heb ik een grijze baard. Ik ga vissen op de Muidenpier, bij windkracht 9 of bij 4. Ze zeggen dat ik geen toekomst heb en dat ik veel te oud ben voor de rap. Laat ik toevallig behagen scheppen in heavy metal en in rap. Ik voel heel veel voor die bengels van de helsengels. Hoe ouder, hoe gekker, maar ik voel me kip lekker. Ze zeggen dat ik in de winkel streuzel en moeite heb met pinnen. Maar dat is stom geneuzel met jullie stomme kop. Als het gaat om shoppen, zal ik van jullie winnen. Ik hol door het gangpad voor de pakken chips. En voor de diepvrieskippen en voor de kroppen sla. Vaak zo'n haast dat ik de kassa oversla. Hoe ouder, hoe gekker, maar ik voel me kip lekker. Ik te oud, zo de bieten toch gauw op. Ik ski nog loop, ik sleet nog bob. Ik ben gezond en fris en fit. Als ik het wil, maak ik nog zo een hit. De jongens zeggen, ouwe, je bent niet rap genoeg meer voor de rap. Maar als ik er een beetje zin in heb, rap ik jullie allemaal van de trap. Hoe ouder, hoe gekker, maar ik voel me kip lekker. Ik kus mijn buurvrouw op de bek, wel een kwartier of langer, en dan is ze zwanger. Ze vinden dat ik over seks moet zwijgen. Ze zeggen, ouwe, jij maakt toch niks meer klaar? Je zal het in je ogen krijgen. Dan ben je blind voor een heel jaar. En je krijgt grauwe staar. Ik ben echt nog niet gehandicapt. Ik wil een beetje eerbied en respect. Zijn u godverdomme heel van de pot gerukt, stomme motherfuckers. Weg met de bejaarden. Bejaarden zijn de herauten van de dood. Voor de liefde komen ze niet in aanmerking. De liefde is trouwens niet aan oude mensen besteed. Oude mensen denken van zichzelf dat ze fatsoenlijk zijn. Maar oude mensen zijn alleen maar zo netjes door de verzwakking van hun hormonen. Door die verzwakte hormonen word je eerder kritisch dan opgewonden. Vroeger vond ik alle Dolly Dots hartstikke aantrekkelijk. En nou nog maar eentje. En ik weet niet eens meer precies welke. Er staat weer tegenover, vroeger vond ik hun liedjes leuk, maar nou niet meer. Ouder worden helpt soms dus wel degelijk. Ja, het leven wordt steeds mooier met al die feesten en zo. Maar meneer Dorrestein is er langzamerhand op een leeftijd gekomen dat hij niet meer de bloemetjes buiten zet, maar de grafkransen. Het is leuk hoor, dat al maar ouder worden van de mens. Maar je kan tegenwoordig op je 80ste nog ruzie hebben met je ouders. Martin. Hoe heet die ziekte ook alweer als je oud geworden bent en je weet niet meer wat je wil vragen? Euthanasie. Soms zit ik nog wel eens te hopen op kinderverlamming. Ben je wel ziek, maar tenminste weer jong. Maar voor mij is er nog hoop. Misschien haal ik bij mijn dood het jeugdjournaal. Ik had willen janken. Ik had willen trappen. Ik had willen slaan. Maar ik stond op de planken met treurige grappen, een lach en een traan. Hola die, ik was cabaretier. toppunt van bejaarde treurnis. Een oude dame die in haar eentje zit te lachen om de grappen van Ron Brandsteder. Dan vraag je je af, had ze niet beter op tijd dood kunnen gaan? Vroeger als ik niet in slaap kon komen, dan telde ik schaapjes. Dat is me nou te druk. Nu tel ik schildpadden. Die springen tenminste niet over hekjes en zo. Het enige tempo dat ik tegenwoordig kan bijhouden is slow motion. Een mooie sport voor bejaarden, onderwater pingpong. Ik ben 67 jaar, maar ik leef toch nog behoorlijk wild. Soms rijd ik zo hard op mijn snorfiets dat ik in de bocht moet afremmen.
Hey Hans, ik heb net gisteren een staakerven gekocht. Een staakerven, daar heb ik zo'n hekel aan. Een staakerven, dus ik heb veel liever een caravan waar je ook in kan zitten. Veel mannen zijn jaloers dat ik nog steeds een mooie kop heb. Die zin zou ik zeggen. Oh, ik dacht al. Alleen op begrafenissen ben ik nog wel eens de jongste. Vroeger vond ik het een verschrikkelijk idee om jong te sterven. Maar door yoga-oefeningen heb ik die angst overwonnen. Daarom heet sterven ook overlijden, dubbelpunt, het lijden is over. Laatst ben ik voor de zekerheid even polshoogte wezen nemen op het kerkhofje van mijn woonplaats Bennekom. Zag er goed uit, heel comfortabel, veel beenderruimte. Dat oudjes zich beroepen op hun hoge leeftijd is best, maar ze hebben weinig reden om trots op zichzelf te zijn. In de loop van hun leven zijn ze de vier allermooiste eigenschappen van de mens kwijtgeraakt. Hun onschuld, hun schoonheid, hun twijfel en hun verstand. Je bent gerimpeld, je loopt krom, een oude zak en ook nog dom. Schitterend. Een prachtig zelfportret, Dorrestein. We hadden het de hele tijd over dingen die ik niet kan. Maar er zijn natuurlijk legio dingen die ik ooit wel gekund heb. Ik ben niet meer lenig, zoals vroeger. Ik kan geen ringetje meer maken in de zwanen of zoiets. Als ik iets van de grond op moet rapen, heb ik moeite met bukken. Ik buk niet als het niet echt hoeft. Het is maar goed ook, want het bukken van oude mannen is een akelig gezicht. Desondanks wil ik u wijzen op de grote onrechtvaardigheid van het moeilijke bukken. Op hogere leeftijd kost bukken heel veel moeite, terwijl je uitgerekend in deze levensfase heel veel dingen uit je poten laat vallen. De hele dag door valt er van alles op de grond. Theelepeltjes, zakdoekjes, brillen, brillenkokers, kopjes, glazen, gekookte eieren, gebakken eieren, omeletten, uitsmijters. De grote onrechtvaardigheid is nu, jonge mensen zijn lenig, maar houden vanzelf de dingen stevig vast. Hoe moeilijker het bukken, hoe meer je laat vallen. Soms denk ik wel eens, als ik voor de zoveelste keer kreunend mijn rug moet krommen, dat er geen God is. Of als er wel een God is, is het de pestkop. Nog een voorbeeld van God zijn slechte karakter, het stijgen van de temperatuur. Toen ik jong was, had je alleen maar strenge winters. Met wekenlang sneeuw en temperaturen van 20 graden onder nul. Heel Nederland liep te verrekken van de kou. Te arm voor warme kleding. Winterjassen hadden we geen geld voor. Inmiddels zijn we niet arm meer en kunnen we wel warme kleren kopen, maar nu heeft God de strenge winter afgeschaft. Je kan er tegen in opstand komen, maar je kan er ook voor buigen. Maar dat kost mij en mijn leeftijdgenoten nou juist zoveel moed. Oh, wat heb ik daar een hekel aan. Het moeizaam bukken van een oude man. Het trage bukken en het kraken van zijn botten, omdat hij het niet meer kan. Laat hem liever aan de tafel blijven zitten en zo'n stomme kruiswoordpuzzel maken. Dat is ook geen pretje om te zien, maar veel beter dan dat wankelen vooroverbuigen met zijn oude lijf. En zuchtend blazend zijn bleke armen strekken. Dan horen we zijn ellebogen en zijn knieën knakken. De ouderdom is voor iedereen een groot diep dal, vooral als oude mannen per se willen bukken. Het scheen gezicht, zo'n ouwe lijkt wel mal. Laat hem liever op de wijkverpleegster wachten, die het voor hem op kan rapen. Zo'n fris bekoorlijk ding dat voor bukken is geschapen. Nu moeten we helaas weer terug naar die oude man, hè. Je kijkt dwangmatig naar die oude kont omhoog gericht, alsof zijn achterkant nog zoekt naar de laatste stralen zonnelicht. Al wie het ziet, die denkt aan zwammen en poliepen. Weg ermee, weg, weg. De ouderdom is tegen mijn principe. Wat heb ik een hekel aan dat wankel bukken. Het duurt een eeuwigheid, de doodsangst dat het niet wil lukken. Dat wankelen bukken wil ik voor geen goud beleven. De aanblik maakt mijn eigen knieën slap. Die vervallen oude kont, waar tegen je een trap zou willen geven. Een hele harde trap.
gedicht. Een mannenlul staat heel parmant in een stoere jongenshand. Maar bij rimpelige smoelen zijn het gezwollen paddenstoelen. Mooi! Zit niet te liegen? Dan doe ik er nog eentje. Het heet bejaardenseks en we volgen de gedachtegang van een 70-jarige dame tijdens die jaarlijkse vrijpartij. Wat gaat het paren van bejaarden stroef, denkt de oude dame. God bewaar, wanneer komt die ouwe klaar? Zijn lul is erger dan een geitenhoef. Wat gaat het paren van bejaarden stroef? Zijn zak is opgezwollen tot een poef. Uiteraard kom je na 40 jaar wel veel dichter tot elkaar. Maar ik zal blij zijn als ik niet meer hoef. Martin, gisteren heb ik zo'n heerlijke dag gehad. Ja, logisch, waren er geen optreden. Ja, maar het was een zondag. Verrek, het was een zondag. Hoe kan je nou een heerlijke dag gehad hebben op zondag in Bennekom? Ja, een heerlijke dag. Ik sta 's morgens op, ik trek mijn sok aan, meteen goed. Ik doe meteen de goede sok aan de goede voet. Ontbijt ook prima, niet verslikt in de thee of zo, pot jam niet over de vloer. Allemaal geweldig. En verder ook allemaal geweldig die dag. Er kwam geregeld iemand door de straat, een fietser, een wandelaar met een hond, heel gezellig. De tijd vloog. Om 2 uur gaat de telefoon, wat denk je, een kennis die belt op zondag. Nou, het gaat goed met hem, het gaat goed met mij, we hangen op. Om 5 uur weer de telefoon, andere kennis, 2 maal gebeld op 1 zondag. Tjonge, jonge. Ja. Nou, we hangen op. Toen was het al bijna avondeten. Ook goed. Niks aangebrand. 'S Avonds ook. Prima, prima. Ik denk, ik ga vroeg naar bed vandaag voor er iets naars gebeurt. Weet je wat oudjes ook eens zouden moeten leren? Goed luisteren. Luisteren. Luisteren met een stomme gehoorapparaatjes. Laatst zag ik een oude man met een gehoorapparaatje. Maar het ergste was, het oorhaar groeide er dwars doorheen. Het was geen gezicht. Dat de directrice van zo'n bejaardentehuis daar nou niet een beetje op let. Ze kan zo'n oude man toch bij de uitgang tegenhouden en zeggen: wat gaan wij doen, meneer Klarenbeek? Wij gaan toch niet de straat op met een begroeid gehoorapparaatje, hè? Pas op, als het weer gebeurt, geven we al uw bejaardballen een toepetje. Martin, kun je op eigen kracht naar voren komen of zal ik even de rollator halen? Ik zal het even proberen. Om de kloof tussen mezelf en meisjes van 18 enigszins te overbruggen, vraag ik hun soms of ze het met me eens zijn dat de tijd vliegt. En natuurlijk beamen ze dat volmondig met hun prachtig rood geverfde lip. Ja, de tijd vliegt, roepen die mooie meisjes gehoorzaam. En meteen daaroverheen zeg ik dan: als de tijd vliegt, zijn we in zekere zin leeftijdgenoten. Als de tijd vliegt, is het leeftijdsverschil maar heel betrekkelijk. En dan zeggen die mooie meisjes met glinsterende ogen: ben jij wel helemaal lekker, ouwe? Martin, jij moet beginnen met aftellen. Ja, 4, 3, 2, 1. Je kan wel blijven dromen. Je kan wel blijven dromen, idioot. Over vrouwen die nog zullen komen. Met al hun kleren aan of bloot. Je kan wel blijven dromen, idioot. Maar die mooie blote vrouwen komen nooit. Die mooie blote vrouwen komen hoogstens langs op Filmnet 1 of op het celluloid. Hey Hans, ik vind het wel een mooi slot. Kunnen we zo langzamerhand niet stoppen? We moeten om 10:30 terug zijn van de directrice. Ja, Martin, maar we moeten eerst de aardbeving nog doen en we moeten ons lied nog zingen. Ik verheug me op mijn dood. Oh ja. Luister. Mag je volgens jouw bijgeloof wel verheugen op je dood? Jawel, want als je je verheugt op je dood, dan leef je langer. De inleiding. De oude dag is een nachtmerrie met een happy end. De eeuwige slaap.